Let's go! Hoe is het met je? Ja, goed. Ik kom natuurlijk net terug van de EK. En dat is heel goed gegaan, hè? Ja. Want ze liggen hier. Kijk eens. Ze liggen hier. En deze is wel voor mij heel erg bijzonder. Het is natuurlijk brons vergeleken met goud, maar het is wel de teamprestatie die hier aan vasthangt. En hier staan ze, de vijf turnsters die het hebben gemaakt. Geweldig. Brons voor Nederland. Dat was voor ons als team wel echt een hele uitzonderlijke prestatie. Dit is wel de individuele balkmedaille. Ja, daar ben ik wel echt heel erg blij mee dat dat weer echt heel goed gelukt is. Spagaatsprong en de afsprong. Daar is dus salto, de Auerbach salto met de hele schroef. Hoe goed was jij in turnen toen je zo oud was als ik? Oh, hoe was kleine Sanne? Oh, nou, de hele kleine Sanne die was niet zo goed. Nee? Dus zelfs op 9-jarige leeftijd kreeg ik eigenlijk het advies van, nou, ik denk dat je iets anders moet gaan doen. Meen je niet? Ja, maar omdat Lieke natuurlijk mijn tweelingzus ook turnde en we hadden een heel leuk groepje en toen liet ze me toch nog maar even... Ach, dat als zusje ook maar mee. Ja, precies. Nee, dat meen je niet. Dat heb ik wel een beetje als een als gevoeld als van, oké, nou ga ik er ook echt tegenaan. Ze is al niet te min, maar ik het wel heel leuk al dat het gewoon wel gelukt is. Ik wou graag vragen hoeveel uur jij traint. Ik ben natuurlijk op jonge leeftijd begonnen en dat bouwt zich dan eigenlijk heel erg op. Je was 6 hè, toen je begon? Ja, ik was 6 inderdaad. En op een gegeven moment dan ga je wel richting de 30, 35 uur in de week. Moet je je soms wel eens 's ochtends uit je bed sleuren en je denkt, gaan we weer? Jawel, maar het is ook gewoon best wel intensief natuurlijk. En soms ben je ook echt wel even moe. En soms is het ook gewoon saai, kan ik me voorstellen. Nou, ik heb niet zozeer dat het... Ik vind het toch niet saai. Nee, nooit saai? Nee. Eet je wel eens in de week iets ongezonds? Ik heb namelijk gehoord dat jij en je zus nog nooit... Lieke wel, inmiddels. Ik heb het gezien. Ja. Oké, wacht. Jullie zijn wel getuige van het eerste moment ever in mijn leven. Hoe vind je het? Wel lekker. Wel lekker? Vind je het lekker? Ja? Maar natuurlijk eet ik ook wel eens iets wat ongezond is. Wat is je favoriete snack? Nou, mijn guilty pleasure, dat is wel echt ijs. Ik moet ook echt zorgen dat ik het niet in huis haal, want anders dan ga ik het opeten en dat is dan weer niet goed voor me. Hoe vaak gun je jezelf dan een hapje ijs of nou, een ijsje? Nou, eigenlijk niet, maar wel gewoon als ik op vakantie ben of zo dan... Maar Sanne, zeg je me nu dat je maar één keer per jaar ijs eet? Nee. Ik ga niet zo heel vaak op vakantie, maar in die vakantie eet ik wel veel ijsjes, denk ik. Oh, goed zo. Dat vind ik wel fijn om te horen. Wat is je lievelingsonderdeel met turnen en wat is je lievelingselement? Nou, mijn lievelingsonderdeel was de balk. Ja. En mijn lievelingselement is eigenlijk dat pirouettebaantje wat ik in mijn oefening heb. De eerste pirouette, rechtsom, geheven been. Tweede pirouette linksom, dan een dubbele draai rechtsom. 1, 2, ja, gelijk de spagaatsprong. Ja, mooi weer. Nou, ik vind het leuk omdat ik denk dat ik ongeveer de enige misschien wel ben in de hele wereld die dat kan. En ja, dat geeft me wel een goed gevoel. Maar het ziet er zo makkelijk uit. Nou, dat is eigenlijk de kunst van het turnen. Ja. Ik ben Tijmen en mijn vraag is hoe je lang in een handstand blijft staan. Doei. Oh, dat is wel echt een hele leuke vraag, want die krijg ik heel vaak. Oh ja? Misschien kun je hem even voordoen. Ja, dat kan wel. En hoe lang kun je nou zo blijven staan? Ja, ik denk dat mijn record iets van 1,5 minuut of zo is. Zo! Ja, heb ik wel een paar tipjes. Dus het is heel belangrijk dat je je handen een beetje zo spreidt, als het ware. Dus de vingers een beetje uit elkaar. En dat je je... eigenlijk je hele lichaam als één rechte lijn boven je handen hebt staan. En mijn vraag voor jou is, wat was je ergste turnlooper op een wedstrijd waar je daarna eigenlijk wel om kon lachen? Veel kinderen willen jouw blunders weten. Ja? Ja, maak je ook wel eens fouten? Tuurlijk, ja. Hij vraagt om iets waar ik het aan om kan lachen. Dat kan dan niet, nee, hè? Nee, ik kon hier niet zo goed om lachen. Want dat was wel echt een moment van de afgelopen WK. Ik had dus vergeten om iets achterwaarts te doen. Ja, het was echt heel stom. Toen ik daar achter kwam, toen kon ik wel even op zo'n knopje drukken en dan verdwijnen. Zeg maar. Hoe lang ben je daar ziek van geweest? Nou, ik denk wel even, ja. Ja. Is er wel meer dan één ijsje naar binnen. Hoe lang denk je nog door te gaan met turnen? Ja, want je bent nu 26. Ja,
Nou, eigenlijk ben ik best wel een beetje oud voor het turnen. In ieder geval wil ik heel graag nog naar de Olympische Spelen in Tokio. Tokio, hè? Ja. Twee dat jaar? Is, ja. Ik denk dat ik het gewoon goed ga bekijken hoe goed mijn lichaam het nog aan kan en hoe leuk ja. ik het blijf vinden. En, ja. We zijn er doorheen, we hebben alle kindervragen leuk. Gehad. Wat vond je van de vragen? Ja, hele goede vragen. Ja? Ja. Dan rest mij alleen maar te zeggen, zet hem op. Dankjewel. Laat je niet gek maken en heel veel succes bij de Olympische Spelen. Dankjewel. We en gaan af en toe een ijsje eten. Ja, oké. Okay. Gaan we samen nog een keer ijsje? Ja, kom, samen een ijsje.